blauwe dynamiet versus roze dynamiet. Ben jij team blauw of ben jij team roze? Laat het in de comments weten. Ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik de allereerste blauwe dynamite dynamiet op de grond gooi. Ik heb geen idee wat er gebeurt, oké? Laat dat duidelijk zijn. Ik heb nog geen enkel soort dynamite uitgeprobeerd binnen deze mod. En ik heb dus ook geen idee wat ik kan verwachten. Ik weet alleen dat er onder andere sprake is van de blauwe dynamite en de roze dynamite. Laten we beginnen met blauw, I guess. Hij staat in het eerste vakje van mijn slot. Let's go! Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Are you serious? Wacht eens even. Dus als ik nu de roze hier naartoe gooi. 3, 2. No way. Dus uit de blauwe dynamite komen allemaal Mr. Blues. En uit de roze komen Mr. Pinks. Laat in de... Wacht eens even. Roze, 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 roze. Blauw, 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 blauw. Oh, jongens. Oh, jongens. Schapenfeestie! Let's get it, man! Jongens, laat in de comments weten. Ben jij hashtag team blauw? Of ben jij hashtag team roze? Ik ben heel erg benieuwd. I love this man. Hoeveel roze kunnen wij neerzetten? Nu ben ik echt heel erg benieuwd. Hoeveel roze en blauwe kunnen wij plaatsen? This is one big party man. I love this. Woo! Zweven ze nou letterlijk? Het zal wel. Letterlijk. Het zal wel. Eigenlijk is dynamite een beetje hetzelfde als TNT. Alleen dan zit het in een... dynamietstaaf. Het volgende is de gouden dynamite. Geen idee wat het gaat aanrichten. Wat is dit? Maar ik heb er zin in. Tegen de schapen ermee! Oh jongens, ik hoop maar dat dit de schapen geen pijn gaat doen. Dat zou ergens best wel heel erg... Gaan wij nou gewoon alle schapen veranderen in goud? Het antwoord is ja. Wij hebben alle schapen veranderd in goud. Check dit! Wat is dit, man? Als ik hier nu doorheen loop, jongens. Besef hoeveel goud en hoeveel schapenvlees en hoeveel wol en hoeveel dingen ik wel niet verzamel at the same time. It's ridiculous, you know. Dit is echt, geloof me, zou dit een baan zijn? Schapenvacht, vlees en goud verzamelen? Ik weet het niet, maar ik heb heel mijn inventaris er alweer mee vol liggen. Jongens en meisjes, wil jij oneindig goud? Meld je dan aan bij DutchTuber zijn goudbedrijf. Wacht eventjes en... Ja, gratis goud voor iedereen. De volgende is de Cloud Dynamite. De wolkdynamiet. Are you serious? Er komen letterlijk allemaal katten uit die Cloud heten. Kattenfeestie! Let's get it, man! Woo! Kattenfeestie! Let's get it! Katten overal! Allemaal in de chat, jongens. Hashtag Team Kat! Hashtag Team Kat! En de volgende is de Chicken Dynamite. Oké, laat me er eerst eentje gooien om te kijken of het aan mijn verwachtingen voldoet. En of er dus kippen uitkomen. Het voldoet aan mijn verwachtingen. Chicken Facey! Oh, jongens, dit gaat zo fout gaan. Dit gaat zo fout gaan. Letterlijk. Oh jongens, wat doe ik mezelf aan. Oh, we hebben snel een ander soort. De Shatter Dynamite. Laten we hopen dat dit even alle kippen laat doen verwoesten. Want dit gaat gewoon echt letterlijk te ver. Ik weet niet wat er uit de dynamietstaaf komt die ik net heb gegooid. Oh jongens, wat is er nou uitgekomen? Oh, het is een dynamiet die zich de hele tijd herhaaldelijk blijft laten exploderen. Super handig. De End Dynamite. Nu ben ik een beetje bang geworden, want het zal me niks verbazen als hier ineens een Ender Dragon uitkomt. Ik hoop het niet. Ik weet niet of mijn Minecraft wereld daartegen is opgewassen, maar daar gaan we jongens. De End Dynamite, let's get it. Wow.
Wow, wow, wow. Dit is pretty amazing. Hoe hoog kunnen wij deze stapel maken? Even serieus. Yo, kijk dan jongens. Dit is epic. En Siri ging ineens aan. Niet weer, hè? Nee, niet weer. Oké, goed zo. De Mushroom Dynamite. Let's check it out, guys. Waarschijnlijk gaan hier van die mushroom koeien uitkomen. I knew it. Wow. Yo, oké, luister. Ik ga er nu heel veel op dezelfde plek spannen. Let op, hè. Mushroom Party! Iedereen is uitgenodigd, als je maar je eigen kommetje meeneemt. Voor de mushroomstoel. De Zand Dynamite. Gaat daar cactus uitkomen? Nee, letterlijk gewoon een hele hoop zand. We gaan hier alles laten veranderen in zand, jongens. Let's get it. Ik ben in een zandige bui. Oh, jongens. Oh, ik ga het allemaal op die koeien gooien. Dit is de manier om de mushroomkous uit te roeien, jongens. Gooi er zand overheen. Oké, mijn eerste indruk van deze mod is pretty good. Ik ben sowieso benieuwd of jullie team roze of team blauw zijn. Ik ben team roze, voor de mensen die het trouwens nog niet weten. Even kijken, wat hebben we nog meer voor rare soorten dynamietjes? Wij hebben de Dirt Dynamite. Waarschijnlijk gaat er dirt uitkomen. Wat gebeurt er als ik het allemaal gewoon in dit gat gooi? Wat gebeurt er dan? Een mega dirt bunker. De Stone Dynamite. Ik vrees dat dat hetzelfde is als de Dirt Dynamite. Maar dan in de vorm van steen. Laten we daar even een Ice Dynamite op gooien. Waarschijnlijk ook gewoon weer hetzelfde. Maar dan inderdaad van ijs. De Clay Dynamite verwacht ik eerlijk gezegd ook niet veel meer van dan gewoon hetzelfde. Alleen dan in de vorm van klei. De Spons Dynamite zal wel hetzelfde zijn in de vorm van spons. De Leaf Dynamite zal wel hetzelfde zijn in de vorm van leaves. De Glass Dynamite zal wel hetzelfde zijn in de vorm van gras. En als laatste de Death Trap. Dat heb ik nou gewoon kunst gemaakt? Dit ziet eruit als een kunstwerk. Correct me if I'm wrong, maar ik vind het ergens wel iets weg hebben van een kunstwerk. Als laatste, zoals ik al zei, de Death Trap Dynamite. Let's get it, jongens. Wow. Oké, ik moet zeggen, deze is best wel heel erg gaaf. Deze is best wel dope. Het is eigenlijk niets meer dan gewoon een beetje obsidian, but I like it, you know. I like it very much. I like it very much. Oké, welke hebben we nog meer, jongens? Want we zijn namelijk nog niet klaar. We hebben er nog een aantal. Wij hebben hier de Flame Dynamite. Broem. Het is ook gewoon zo simplistisch. Oké, de Slime Dynamite. Ik wil alles in slime hebben. Alles in slime. Ik wil overal slime. Oh, jongens. Waarom is er geen slime? Oh, er is wel slime. Alleen er gebeurt niks wat met slime te maken heeft. Ergens had ik eerlijk gezegd wel een beetje gehoopt dat ik overal slime zou zien. Maar oké. De Sticky Dynamite. Oké, kom op. Dit moet iets met slime te maken hebben, right? Gaat er iets met slime gebeuren? Het explodeert alleen maar! Hoe kan dat? Kan iemand mij uitleggen hoe dat kan? Oké, de lava dynamite. Wat nou als we de lava dynamite in het water gooien? Dat gaat sowieso... Hebben wij obsidian gecreëerd? Ik denk dat wij obsidian hebben gemaakt. Nee, we hebben cobblestone gemaakt. Dus ook op zich een mooie chemische reactie, maar niet helemaal wat ik hoopte. De soul sand dynamite. Waarschijnlijk gaan wij overal soul sand zien... De fake dynamite. De fake dynamite? Waarom is het een fake dynamite als ik vragen mag? Oh, dat is zo naar. Letterlijk, je zou dat schaap daar de schrik van zijn leven kunnen. Hij is ook letterlijk helemaal hier beland. Hier, ik gooi super van dynamiet op hem. Kijk uit, schaap! Hij rent al weg, maar er gebeurt niks. Want het is namelijk fake dynamite. De creeper dynamite. Gaan we nou niet vertellen dat die creepers uitkomen? Want echt waar, ik stop met deze video per direct. Creeper Dynamite? Ergens? Er gebeurt letterlijk niks. Nou, de Snow Dynamite. Let it... Snow. Let it... Snow. Ik had eigenlijk stiekem een beetje gehoopt... dat er echt sneeuw zou vallen... als laagjes op de grond. Maar hey, er is eigenlijk al overal rood zand... dus waarschijnlijk gaat deze dynamite niet heel erg opvallen... maar er komt als het goed is rood zand uit. Dus dat blendt mooi in. Hey, we zouden er wel een perfecte brug mee kunnen maken eigenlijk... zeg maar om vanaf hier naar daar te komen. Let maar op. Kijk, we hebben nu letterlijk gewoon zo goed als een brug gemaakt. Het mist hier nog een beetje, maar dat is waarschijnlijk nu ook gefixt. Let's go! De manier om bruggen te maken is best wel raar... want normaal gesproken wordt dynamite waarschijnlijk juist gebruikt om dingen te slopen. Maar wij laten zien dat er ook een andere functionaliteit heerst. En de laatste twee is de cake dynamite. Wat een dynamite gemaakt van cake... Jongens, denken jullie wat ik denk? Spam de rechtermuisknop! Ik wil cake!
Geef mij cake. Oh jongens, wij hebben gewoon zometeen het allergrootste cake monument ooit gemaakt in de geschiedenis van Minecraft. En als laatste de troll dynamite. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Helemaal niks. Dus eigenlijk is dat hetzelfde als de fake dynamite. Het wekt het idee dat er iets gaat gebeuren. Oh jawel, er gebeurde wel wat. Alleen het komt niet op de plek waar je hem gooit. Dus zeg maar de troll dynamite die explodeert op een andere plek dan waar je hem neerlegt. Jongens en meisjes, dit waren de raarste dynamite soorten die ik heb kunnen vinden. Ben jij team blauw, ben jij team roze? Ik lees het graag in de comments. Het was je product, super love naar jullie. En vergeet niet gratis te abonneren. Vrij blijven hier onderaan de video. Tot de volgende keer en... hoi. Adios.